Xavier Malisse kan de hoge verwachtingen na zijn toernooiwinst 2 weken geleden in Chennai niet inlossen. Tegen de Fransman Arnaud Clément verliest Malisse de eerste set met 6-3. Hij wint wel de tweede, ook met 6-3. In de derde set komt Malisse 4-3 voor, maar hij speelt niet constant genoeg en verliest die set dan toch nog met 7-5. Na 6-4 verlies in de vierde set verdwijnt Malisse al na de eerste ronde uit de Australian Open. Ja, veel kansen. Hij staat toch 4-3 voor mij en breekt de derde set. En dan moet ik het afmaken. En als je dat niet doet op zo'n niveau, dan krijg je wat er uitkomt vandaag.